en wat dat dan eigenlijk is. Ik log even in. En dan zie je wat informatie hier staan. Wat wij in het lab hebben, dat is, we hebben een aantal Amazon instances. En die Amazon instances die bevatten allemaal hetzelfde. Maar sommige hebben wat speciale configuratie. We hebben bijvoorbeeld in dit lab een alternative root name server. Ja? Die alternative root name server die draait op 176.34.132.223. En dat ding is een kopie van de echte root. Maar daar hebben we één TLD aan toegevoegd en dat is de work TLD. En die namespace, dat is dus niet meer de internet namespace. Ja? In het lab hebben we recursive name servers en die draaien op al deze machines. En die wijzen in een root hints file naar dit IP-adres. Dus als je iets resolved met .work, dus olaf.work of Guillaume.work of Juan is het geloof ik. En nou ja, er zijn een paar andere mensen hier. Jullie hebben allemaal je eigen ding. Het heet allemaal naam.work. Dat is jouw domein. En dat is gedelegeerd. Dus we hebben een root server. We hebben een .work server. Dat ding dat draait op een ander IP-adres. En we hebben een groot aantal dozen. En die zijn allemaal voor jullie. En die hebben allemaal een identity die begint met je eigen voornaam. Ja? Al die machines die hebben in ieder geval een publiek IP-adres. Maar die hebben ook twee lokale interfaces, 127.0.0.0.1 en 0.2. En op die lokale interfaces, daar draaien twee nameservers. Als recursive nameserver. Nou, allemaal een eigen recursive name server. Daar kun je zo meteen mee gaan spelen. Nou, ik denk dat we voorlopig wel voldoende hebben verteld daarover. Zij het dat er ook nog een publieke recursive name server is. En al jullie systemen die kijken naar deze recursive name server. Als je kijkt in etsyresolve.com wijst die hierheen. Naar de 02, pardon. Dan wijst hij naar je eigen ding. Dat kun je veranderen. Als je wil kun je hem hier nou laten wijzen. Enfin. Dus dat is de setup. Kijken we nou even in de directory structuur die je hier vindt. Dat is meer voor als je dit mee naar huis wil nemen. En je wil hiermee spelen. En je wil experimenteren. Dan kun je deze instance kun je downloaden van Amazon. Daar hebben we hem staan. En als je die instance dan eenmaal opgebracht hebt, en Willem gaat morgen even uitleggen hoe dat moet, dan vind je een aantal directories. En die directories die zijn een bin directory, infra.work, myserver, root, een aantal scripts, een verifier unbound en work. Wat je ook vindt is een readme en een GNU makefile. En al die dingen die zijn aan elkaar gekoppeld. Hierin kun je het hele systeem wat we hier hebben nabouwen. Je eigen root server, je eigen work, TLD. Er zit een webserver bij. Alles wat we gaan gebruiken in het lab kun je nabouwen. Wat belangrijk is op dit moment is dat je de nameservers die je allemaal draait. Die kun je met make stop en make start of make kill en make start. Daar wil ik even vanaf zijn. Make kill en make start. Allemaal afsluiten en weer opnieuw opstarten. Probeer dat maar eens. Make kill, make start. Kijken wat er gebeurt. Hebben we nog een sudo nodig? Nee. Nee, sudo zit in het script. En jullie zijn per default is sudo zonder password nodig. Ja. Als het goed is, gooit hij alles onderuit en zie je alles weer opnieuw opgestart worden. Dit is even wat je nodig hebt in het lab om snel dingen op en snel dingen weer op down en up te brengen. Je zult wel zien dat je dat een paar keer gaat gebruiken. Dat draai je dus vanuit je
je home directory. Kijk, hij zoekt naar de pitfiles en voor elke pitfiles zegt hij dood. En dat doet hij voor al die dingen die hier staan. En als je dan make start draait, dan gaat de hele boel weer opnieuw. Zoek netjes uit met wat dingen, wat er allemaal gedaan moet worden. En zet hij netjes op het scherm. Ja. Nou, werkt allemaal. Oh ja, je ziet hier dat die nameserver hier bijgewerkt wordt. Zie je dat? Kijk. Dat wordt ook nog even netjes gedaan. Enfin, dit is voor de Unix-enthousiasten onder ons. Als je hier kijkt, dan zie je een directory die heet MyServer. Daar gaan we even heen. En we gaan kijken wat daarin staat. Er staat een namedy.conf in. Een pitfile, een logfile en er staan een aantal zones in. Nou, we gaan naar die zones directory, want daar gaan we ons werk doen. Want wat willen we nu gaan doen? Dat is heel eenvoudig. Ik wil jullie je zone laten signen. Nou, wat hebben we nodig om een zone te signen? Het werd daar al gezegd, heel zachtjes, maar we gaan even kijken of iemand anders dat ook gehoord heeft. Wat heb je nodig? Keys. Keys, precies. He. Nou, hoe maak je keys? Er zijn verschillende tools voor. Wij gebruiken de tools die meegestuurd zijn met Bind. Ja, met Bind. Om te kijken hoe dat werkt, doen we nu gewoon DNSSEC -keygen. En DNSSEC, oh god, ik moet wel typen natuurlijk. DNSSEC -keygen. En als je dat intypt, dan krijg je voor je kiezen alle argumenten van het beest. En dat zijn er nogal wat, maar we hebben ze gelukkig niet allemaal nodig. Het meest simpele wat je kunt doen is DNSSEC keygen met de naam van je zone. In mijn geval zou dat Olaf.work zijn. Maar ik ga toch even wat dingen laten zien. Die slaan we over. Maar je hebt keuze uit een aantal algoritmes. Op het moment dat je een algoritmekeus maakt, is dat ook in wezen de instructie zometeen aan de signer om bepaalde acties uit te voeren. En de algoritmes die je hier ziet, RSA, RSA MD5, DSA, RSA C1, die hebben allemaal bepaalde eigenschappen. En een van de dingen die je hier ziet, is dat het zegt NSEC3 RSA C1, NSEC3 DSA. En daarmee geef je dus eigenlijk al aan dat je met NSEC3 zou kunnen willen gaan signen. Als je met NSEC3 wil signen, moet je niet die eerste algoritmes gebruiken. Want door de key wordt in wezen gesignaleerd aan een recursive name server die dit ontvangt. Ik heb bepaalde eigenschappen, daar moet je mee om kunnen gaan. Er wordt verwacht van een recursive name server die RSA C256 implementeert en RSA 512, dat die NSEC 3 kent. Maar deze jongens kennen die NSEC 3 niet. Dus als jij met NSEC 3 je zone signed en er is een recursive name server die alleen maar RSA tot en met RSA SHA-1 begrijpt, de algoritme 5, het maximum is wat hij begrijpt, dan zegt hij, hey, ik krijg nu informatie waar ik niks van begrijp. Er is een DS van de parent en die wijst naar een sleutel met algoritme nummer 7. En ik begrijp geen algoritme nummer 5. Oh, sorry. 7. Ik begrijp alles, maar ik begrijp niet algoritme nummer 7. Ik vertrouw die DS. Ik weet dat 7 het volgende algoritme is. Het gebruik van NSEC 3 of het gebruik van RSA 512. Ik begrijp dat niet. Ik ga net doen alsof deze zone niet gesigned is. Ja? Dus het kiezen van de juiste parameter hier is belangrijk.
Als je conservatief wil zijn en je hebt NSEC3 niet nodig, kies dan RSA-C1. Als je zegt, nou, ik ga ervan uit dat op het moment dat DNSSEC echt belangrijk wordt en ik vind NSEC3, dat vind ik belangrijk, dan leef ik er maar mee dat er misschien een paar implementaties zijn die NSEC3 niet begrijpen. Nou is dat denk ik een redelijk veilige bet. Want de mensen die DNSSEC gebruiken, daar kun je eigenlijk van op aan dat ze graag voorlopen in de technologie. En dat ze dus ook hun installaties goed op orde houden. Dat als er een nieuwe versie is van een DNS validator, dat ze die netjes updaten. Dat zijn security conscious mensen. Daarvan kun je ervan uitgaan dat ze redelijk voorop lopen met hun server implementaties. Goed. Default is RSA-C1. Als je dat dan eenmaal gedaan hebt, dan kun je met -b nog de sleutelgrootte kiezen. Ja? Nou, daarna heb je allemaal nog andere type dingen die erin zitten, waarvan ik niet in het detail ga. Default hier is zone. Maar stel je voor dat je TCP keys wil gebruiken, dan moet je hier het type host. Dit is nog zo'n leftover van toen DNSSEC nog andere functionaliteiten had. Nou, dus die tools die reflecteren dat ook nog. Nou, de klassen gaan we niet over hebben. Hè? Je gebruikt het nog wel als je bijvoorbeeld een key maakt voor TCP. Ja, voor TCP gebruik je het nog wel. Ja, dat is een andere toepassing. Deze is belangrijk. De key flag. De key flag zet dat vlagfieldje. Als je een KSK gebruikt, een KSK, dan wil je dat vlagveldje zetten. Gaan we ook doen zometeen. We gaan twee sleutels genereren. Een zone signing key en een key signing key. Ja, de rest kunnen we vergeten behalve -r random device. Wat we nu in het lab gaan doen is iets wat je thuis nooit en te nimmer mag doen. Maar we gaan, want anders komt Lenstra achter je aan. Wat we gaan gebruiken is de vlag -r def. URandom. Random. En de reden waarom we dat doen, URandom, is dat die instances, die cloud instances, die hebben allerlei sources van, van entropie. Maar ja, die dingen die hangen in de cloud, die hebben geen toetsenbord, die hebben geen spinning disks, die hebben allerlei dingen waarvan je normaal entropie harvest, zoals dat heet, oogst, die in een normale service systeem wel beschikbaar zijn, maar hier niet. En dan kan het nogal eens lang duren als je probeert die entropie van het systeem te krijgen. En dan kan het zijn dat het 10 minuten duurt voordat je een sleutel hebt gegenereerd. En dat soort demonstratie is dat niet zo belangrijk. Nou, dus wat we gaan doen is twee sleutels genereren. En dus het is allemaal niet zo moeilijk. Wat we dus doen is DNSSEC keygen -r defurandom -a, nou kies je algoritme. Ik neem RSA C1. Dit mag je ook weghalen, laten. Dat is optioneel. Ik kies er een grootte van de sleutel bij. Nou, lekker groot, 2048. En ik maak hier een kiezen, ik zet een vlaggetje dat het een KSK's is. Kan iedereen dat zien? Of moet, ja, ik kan dat niet naar beneden scannen. En dan zet ik de naam van de zone die ik wil signen. Die zet ik erbij. Zo, en wat je dan ziet. Hier is het commando. DNSSEC keygen -r bla 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 bla, olaf.k. Dan gaat hij aan het werk, dan gaat hij die keepers harvesten, die entropieën bij elkaar halen. Als je dit vergeten bent, dan duurt het lang. Dus productie draait, nooit gebruiken. Nooit, 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 nooit. Ja? Wat je wel mag gebruiken is andere random devices. Als je toevallig een ruisgenerator hebt die goede random genereert, dan kun je dat weer wel aansturen. En er zijn tokens voor te koop die dat doen. Wat er nu gebeurt, is dat er twee files zijn gecreëerd. En die files die heten K,
pietjepuk.org, in dit geval Olaf, die plus 05. Die plus 05, dat is het algoritme wat gebruikt is. En dit is de key tag. 28756. En wat ik je nou adviseer, is om hem op een papiertje te schrijven, dat je net voor Olaf.work om pak een beetje 2:50 op 16 februari een key signing key hebt gegenereerd met key tag 28756. En dat doe je natuurlijk, transponeer je dat naar je eigen omgeving. Nou, dat was makkelijk, niet? Dit is hoe je een private key, een key pair genereert. We gaan eens even kijken wat er nou in staat. We hebben twee foutjes gecreëerd. We hebben een foutje met de extensie key en we hebben een foutje met de extensie private gegenereerd. Laten we eens kijken wat in die key staat met extensie private. Ja? Je, er zijn andere libraries die je kunt linken. Botan is een andere, geloof ik, die gelinkt kan worden. Soft HSM gebruikt, als ik niet vergis, een andere. Nou, ja. Nou, wat je hier ziet is de modulus, de public SQL, al die meuk die je nodig hebt voor de wiskundige meuk, zeg maar. Let op, die file die zit dus in de clear, hè? Die kun je dus gewoon lezen. Als iemand een fotocamera meeneemt, zoals Rudy van Drunen daar, dan deze key is nu waardeloos geworden voor het gebruik in de publieke ruimte. En het staat op film. Maar dit is je geheime materiaal, daar moet je dus ook zorg voor dragen. Het is je key signing key. Je public key, die ziet eruit als een resource record. Er staat netjes bij wanneer die gecreëerd is, wanneer die gepubliceerd kan worden. Je kunt namelijk met de key signing tools ook aangeven wanneer je een sleutel, wanneer de signer dit soort materiaal moet oppakken en ook moet gebruiken. Er staan hier een aantal defaults. Daar gaan we het over hebben als we het hebben over key rollovers. Huh? Maar dit is wat materiaal wat er per default wordt ingezet. Nou, Olaf.work, het is een key signing key, want hij heeft een oneven flag field, 3, 5, en je ziet veel sleutelmateriaal, 248 bits aan sleutelmateriaal, en dat wordt dan vertaald in on the wire, dit is allemaal octetjes, uiteindelijk. Veel materiaal. Nou, so far so good. Wat we nog meer moeten doen, is een zo'n signing key genereren. Laten we dat ook gaan doen. Daarvoor halen we dat vlaggetje weg. Min FKSK halen we weg. Dan genereren we een ding. Dus we gebruiken hetzelfde commando. Ah, je zou kunnen overwegen om een iets kleinere key te nemen. 1024. Want zo lang gebruiken we hem niet. En het gaat niet over confidentiality. Mag je overwegen. Nou, dus dat doen we. Hetzelfde verhaal. En nu hebben we een key gecreëerd key ID 63537. Dus als het goed is, hebben jullie nu vier foutjes gecreëerd. Steeds een paar met de extensie key en private. Ja? Nou. Jullie hebben je eigen zone. Je hebt je eigen zone. En die zone, dat is in mijn geval is dat Olaf.work. En die ziet er ongeveer zo uit. Ik heb net XXX toegevoegd, maar die ziet er ongeveer zo uit. Dat is alles. Dan kun je twee dingen doen. Je moet namelijk de zone key en de key signing key moet je toevoegen aan je zone. De goede zone signing key en de goede key signing key. Degene die je publiek wil publiceren. Dat doe je door deze getallen in te vullen van wat je net opgeschreven hebt. Er is nog een alternatieve manier. En dat is
omdat we nu weten dat we twee van die sleuteltjes hebben, doen we gewoon cat, k, sterretje, dot key. En dat appenden we aan all of that work. En dan staan ze er ook in. Kijk, daar staan ze aan de achterkant. Maar dat is voor de luiaards. En dat kan misgaan als je heel veel sleutels hebt in je directory. En, als je een grote band te weinig. Of als je het verkeerde tekentje neerzet. Of er maar één neerzet of zo. Maar dit is de Unix manier. Hè? Belangrijk is echter dat je de keys die je hebt, dat je die toevoegt aan de zone. Je merkt het al, je hebt hier een notebook staan. En als je zo meteen nieuwe keys gaat genereren, dan moet je dus andere keys invoegen. Dan moet je ook nadenken over welke keys je gaat gebruiken voor het signen. Want dat is de volgende stap. Het signen van je zone. Nou, het signen van je zone gaat met een ander commando. Dynasec signzone. Laten we weer even kijken naar Dynasec signzone. Ik typ het in. Ik geef return en ik krijg een heleboel meuk over ja, wat er allemaal in staat, zeg maar. Maar eigenlijk is het hele makkelijkste dnsec signzone met de zone file. En als je dat doet en je hebt in dezelfde directory heb je de private key staan, dan kijkt hij naar welke public keys er in de zone staan. Hij kijkt een klein beetje naar die informatie die erin staat. En hij gaat aan de gang en dan signt die hele meuk. Hij signt de hele, met de public keys die in de zone staan, daar zoekt hij de private keys bij en hij signt het gewoon. Al die dingen kun je overriden. Je kunt zeggen, ik zet een key mee erbij waarmee er gesigned moet gaan worden. Dat gaan we nu niet doen. Dat zijn aparte dingen. Nou, je moet dan zeggen, waar kun je de key files zetten? Als je nu delegaties hebt en je hebt een aantal DS-sets, dan kun je die allemaal in een directory zetten en zeggen, nou zoek daar de DS-records in die directory en die worden dan automatisch bijgevoegd. Dus die tool die heeft wat extra's de omgeving. En ik ga daar niet al te veel op in, maar je zult zien dat tooling, wat voor tooling je ook neemt, dit soort eigenschappen heeft. Je kunt bepalen welke keys er getekend worden. Er is een stukje automatisering. Maar uiteindelijk gaat het erom, je moet een zone signen met twee private keys die je hebt. En één daarvan die hoeft alleen de keyset te signen. En de andere, de zone signing key, signt alles. Nou, ook hier weer een aantal tijdparameters. Er zijn defaults. Dit is de tijd waarmee een handtekening geldig is, geef je hiermee aan. Per default 30 dagen en het geldigheidsmoment ligt een uur in het verleden. Dat is de default. En dat is om kleine fouten in tijdsverschillen, jitters en kloks en zo op te vangen. Er zitten nog een aantal andere parameters in die te maken hebben met hoe lang je signatures zijn, hoe lang ze verschuiven, wanneer ze verschuiven en dergelijke, wanneer je opnieuw resigned. Daar gaan we nu niet op in. Wat wel belangrijk is, is dat je als je eenmaal een zone gesigned hebt, dan kun je hem als input gebruiken. En dan worden alleen de signatures die opnieuw gegenereerd hoeven te worden, omdat ze bijna expired zijn, omdat ze in het laatste kwart van hun levensduur zitten, die worden dan opnieuw gegenereerd. Dus als je binnen een maand elke week een keer signed, dan wordt binnen die maand worden alleen de signatures die ververst moeten worden, op het moment dat je signed worden ze ververst. Dat betekent dat je niet altijd je hele zone file hoeft te verversen en te resignen. En dat is makkelijk als je meer dan zeg 20.000, 30.000 namen in je zone hebt zitten. Dat wordt eigenlijk in de miljoenen wordt dat pas echt vervelend als je dat moet doen. Maar als je een paar duizend records hebt, ach, gewoon opnieuw signen. Nou, hoe dan ook. Het is eigenlijk makkelijk. Ik doe gewoon dnsec signzone. En ik geef de naam van mijn zone aan. That's it. Klaar. Gesigned.
Kun je naar huis? Ja, daar, kijk, daar is iemand die mij wakker schudt. We hebben onze zone veranderd. En als je je zone verandert, want we hebben keys toegevoegd, moet je niet vergeten dat je... een zogenaamd serial nummer hebt. Een SOA serial. En als het SOA serial niet verandert, dan wordt de verandering niet opgepikt door de slave servers. Dus altijd voordat je signed. Ja. Sorry hoor. We zijn nog niet zover. Die was toch makkelijk. Dus ik heb het SOA serial opgehoogd. Daar moet je altijd aan denken als je signed. Maar ook dus als je re-signed. Ik geloof dat er een... ik geloof niet dat DNSSEC signzone dat doet. Nee. Nou, dus ik moet het opnieuw signen, anders gaat het niet goed. En de output van dit verhaal staat in Olaf door work.signed. Dat betekent dat ik nog wel mijn server moet aanpassen om naar dit verhaal te kijken. Ja? Zullen we dat eens doen? Ik leid jullie daar met de hand doorheen. Hè? Jij dat even? Of? Nee, ik kan het laten zien. Ik dacht misschien moeten we even kijken hoeveel iedereen is. Ja, heeft iedereen zijn zone gesigned? Ja. Wie heeft zijn zone nog niet gesigned? Oké. Ja, jullie kunnen elkaar goed helpen, dat gaat goed. Hebben jullie zone nog gesigned? Ja. Ja, dit is. Ik doe het even aan de hand. Nee, dat is. Het is geen Unix-cursus, moet je me denken. Nee. Het is wel heel leuk. Aan het handje, hè? Als je klaar bent, kijk eens even naar je gesigned zone. Kijk of je de NSEC chain herkent. Hè, of je ziet hoe dat werkt. Kijk eens of je bij de NSEC ook altijd de, hoe heet dat ziet, de types. Kijk eens of je de key signing key en de zone signing key uit elkaar kan trekken. Wat er met wat gesigned is. Je kunt heel veel ontdekken aan zo'n signed zone. Er is een vraag. Een telefoontje. Een urgentie. Ja, dat is de theorie.
Was daar een vlaggetje voor? Ah, ja. Ja, goede tip. Ja. Ja, er is een vlaggetje voor. Ja, precies. Even, ik ga even proberen dat centraal nog te herhalen. Ik zat net even met het SOA serial. Er is een trucje voor. Er is een hoofdletter N. En als je de hoofdletter N gebruikt, dan zal de signer de timestamp gebruiken, de Unix timestamp, in seconden. Daar moet je een klein beetje mee uitkijken. Als je dat de eerste keer doet, moet je ervoor zorgen dat je slave servers een halve rollover hebben gedaan. Dat ze in sync zijn. Daar ga ik verder geen tijd aan besteden, hoe dat zit. Maar hou het in de achtergrond. Als je dat pad gaat volgen, moet je de eerste keer zorgen dat alle slave servers in ieder geval op dezelfde versie zitten. Anders pikken ze het verschil niet op. En dan denken ze dat die timestamp in het verleden ligt in plaats van de toekomst. Hoe dan ook, een van de dingen die al direct opvalt als je kijkt naar de grootte van de file die je hebt gekregen, is dat die grofweg 4 keer zo groot is geworden. Het is nogal een joekel. Er staat ook veel informatie in. Dus je kunt je voorstellen hoe dat zit met die grote koperen dingen met het houten handvat. Dat is nogal angstig. We gaan deze file nu serven. Dat doen we met bind. En bind is eigenlijk zo ingericht dat je geen speciale dingen hoeft te doen om DNSSEC informatie te serven. Je geeft gewoon een DNSSEC signed zone aan bind. Ik ben een directory naar beneden gegaan, naar my server. Dus we zaten in my server zones. Ik ben een directory naar beneden gegaan, cd. En wat daarin staat is een faaltje neemdie.conf. Dat faaltje gaan we editen. Er zijn 2 editors geïnstalleerd, VI. Voor de Unix-enthousiasten hoef ik dat niet uit te leggen. Ben je geen Unix-enthousiast, gebruik dan even Nano. Dan zie je namelijk ook netjes wat de commando's zijn om daar weer uit te komen. Nou, hier staan wat dingen in die DNSSEC gerelateerd zijn. Daar gaan we niet aan rommelen. Laten we allemaal staan, want het is geen bindcursus als zodanig. Wat belangrijk is, is dat hier staat een statement, dat ding dat zegt de zone. De zone heet olaf.work, het is een master server. En de file waar de content te vinden is olaf.work. Nou, dit is de ongesigneerde zone. Om nu de gesigneerde zone te lezen, maken we hier .signed van. En met Ctrl-X gaan we eruit. Hieronder staat Ctrl-X voor exit. En dan wordt er netjes gevraagd, save modified buffer, yes. Neem die .conf en we zijn eruit. Als je dat allemaal voor jezelf even doet, dan zijn we ook weer een stapje verder. Dan is het enige wat je nog moet doen om DNSSEC die zone te serven, is de boel opnieuw op te starten. Daarvoor ga je nog een stapje naar beneden, weer naar de root directory van het hele verhaal. Typ je makekill. En make start. En dan zijn we weer in business. Ja, neemt.conf, ja. Ja. Nou, nu willen we natuurlijk controleren of we ook het juiste serveren. Daarvoor moeten we naar de nameserver die jullie zone surft. Daaraan moeten we vragen, geef ons eens iets terug met DNSSEC informatie, zodat het ook echt werkt.
Nou, dat doe je met het commando dig. Dig is een van de tools die je in je troubleshooting bag hebt, zeg maar. Die je kunt gebruiken om te kijken wat de DNS je geeft. Dig is een beetje een Unix-achtig ding. NSLookup was vroeger tool of choice voor Windows-omgevingen. Ik weet, om eerlijk te zijn, niet hoe deprecated dat onderhand is. Maar Dick is er ook voor. Dick is er ook, prima. Heel goed, heel goed. Antwoord op de eerste vraag. Nee, ja, niet vanuit Microsoft. En is Looker? Dat is nog steeds... Heel langs begint PowerShell. Ja, dat wordt PowerShell. Ja. Maar PowerShell heeft Dig? Nee, dat wordt Resolve DNS. Oké. Nou, hopelijk is daar namelijk een belangrijk vlaggetje. Het vlaggetje plus DNSSEC. En ik ga jullie zo meteen uitleggen wat dat betekent. Maar... wat hier staat is vraag aan de server. Aan de server nsolaf.work. Vraag daar de zone olaf.work. Het SOA record. Dat bestaat namelijk altijd voor een zone. Het SOA record start of authority bestaat altijd. Dus ik vraag iets wat altijd bestaat. En ik zeg geef mij DNSSEC. Plus DNSSEC. En dan gaan we kijken. En lo and behold, wat zien we hier? We zien een heleboel, maar wat we in ieder geval zien is die signatures. Ja? Dus onze server doet het. Hoeray! Hoeray! Oh, dat ja, maar we zijn nog niet. We zijn nog niet. Kijk, daar is iemand die het al een heel klein beetje begrijpt. Nou, het is een heel belangrijk dingetje. En misschien wordt het dan tijd om toch een overstapje te maken. We zitten namelijk een beetje op een tweespalt. Ik kan jullie uitleggen wat je troubleshooting dingen zijn. En wat meer kijken naar de wire. Maar we kunnen ook gewoon hier eens doorheen lopen. Zodat de tools die ik zo meteen ga uitleggen wat meer op hun om plaats vallen. Ik ga jullie dit eerst laten zien. Als het niet beklijft, krijg je daar nog materiaal over. Ja? Maar wat belangrijk is, zijn DNSSEC is ontwikkeld zodat het een add-on is op een bestaande infrastructuur. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Er is geen reset switch op het internet. Je kunt de boel niet even aan en uitzetten. Dus altijd als je iets op het internet probeert te deployen, moet het oude absoluut blijven werken. Dat is in ieder geval de bedoeling. Dat lukt niet altijd, maar dat is wel de bedoeling. Een nameserver zal dus nooit DNSSEC-informatie moeten geven aan een entiteit die iets aan die nameserver vraagt, die niet verwacht dat die DNSSEC terugkrijgt. Dat kan allerlei problemen genereren. Dat kan een stack overflow of een exception of weet ik veel wat. Hè? Als je geluk hebt, dan wordt er een exception tegen je aangegooid. Ik begrijp niet wat dat van het internet op mij afkomt. Ik hou ermee op. Dat kan gebeuren. Dat willen we niet dat dat gebeurt. Dus wat we met DNSSEC hebben gezegd. Als jij DNSSEC informatie wilt, dan moet je dat aangeven. Nou, de manier waarop dat gaat in een DNS protocol message is dat je een klassiek pakket hebt met een header en daar zit een question aan, een question section. Dat is klassiek DNS, een header met een question section, dat is de vraag die gesteld wordt. En wat we er nu bij kwakken, dat is een zogenaamd EDNS extensie, die zit op de RR, die zie je niet. Die zie je alleen maar als je wiresniffing doet. Maar daarin staat een zogenaamde EDNS extensie. En er zit een bitje in en dat bitje dat zegt DNSSEC, graag. Nou, dat bitje, dat kun je zetten door plus DNSSEC te gebruiken. Als ik dat weghaal, dan stuurt DIG ook een pakketje, een vraag. Maar dan krijg je gewoon een klassiek DNS pakket terug. Ja? Dat EDNS verhaal, dat is belangrijk.
Dat hebben we echt nodig. Gelukkig hoef je daar zelf niet over na te denken, maar het kan roet in het eten gooien. Want er wordt nog meer in gesignaleerd van dan ik wil DNSSEC of ik wil het niet. Voor nu is dat meer dan genoeg. Als je kijkt naar de output van DIG, dan zie je informatie die je ook terug te vinden is in het pakket. Opcode, status van de message, het query ID waar we het over hadden. Dat is een van die dingen die je moet matchen als je een Kaminsky attack doet. Ik heb in het pakket gezegd ik wil recursion, maar dat is niet dat is recursion desired. Dat wordt gemirrored, maar dat is er niet. Anders zou hier zitten staan recursion available, een RA bitje zou gezet zijn. Dat is een indicatie van de server dat hij zegt van ja hoor, ik kan wel antwoorden voor je opzoeken. Je ziet dat het antwoord authoritative is. Dus ik heb gevraagd aan een server die het antwoord ook echt weet. Dit heeft niks met DNSSEC te maken, maar dat heeft te maken met ik weet wat ik zeg. Dus dit is wat informatie over dat pakket. Ik kan diezelfde vraag, die kan ik vragen aan de recursive name server die we in het lab hebben. Dan ben ik even het adres vergeten van die recursive name server. Nee, wacht even. Als je settings intypt, dan... Settings. De recursive name server op ons systeem is 100, ik zet hem hier even neer, 174.176. Ja. Tot 34 tot 133 tot 228. Laten we diezelfde vraag nou eens stellen aan de recursive name server in ons lab. Ik ga weer met DIG, ga ik naar de recursive name server in ons lab. Dus DIG @ adres van die name server, olaf.work. En ik vraag om een SOA record. Dan zie ik daar netjes een antwoord verschijnen. Het antwoord ziet er net iets anders uit dan daarnet. Dat komt omdat er een heleboel extra informatie door de name server, de authoritative name server, werd meegegeven. Waarvan de recursive name server zegt... Als ik dat ontvang, gooi ik het direct weg, want ik heb het niet nodig. Dat is een veiligheidsmechanisme. Wat je hier ziet is recursion available. Dus dit ding heeft iets gedaan. Ik kan ook vragen om DNSSEC informatie. Laat ik dat eens doen. En dan zie ik dat inderdaad... de RR zich netjes wordt meegegeven. Overigens, komt dit uit de cache of niet? Hoe lang zat dit antwoord al in de cache voordat je het kreeg? Kun je dat zien? Precies, 38 seconden. De TTL is 62. Dus, en de originele TTL was 100 seconden. Het ding komt uit de cache... Die SOA die zit daar al 38 seconden in. Dat was van die eerste vraag. Iets heel wat belangrijks is dat we hebben te maken met de recursive name server. Dat weten we, want we hebben dat ding zelf opgezet. Hè. We weten ook dat die valideert. We hebben namelijk het trust anchor van de route opgezet. Maar aan dit pakket kan ik zien dat er geen validatie heeft plaatsgevonden. Maar dit pakketje wordt als klassieke DNS beschouwd. Hoe kun je dat zien? Dat kun je zien door één belangrijk bitje wat hier mist. En dat is het AD-bit. Het AD-bit. AD-bit. Communiceert dat DNSSEC validatie heeft plaatsgevonden. En dat het antwoord goed is. Als DNSSEC validatie plaatsvindt. En het antwoord is niet goed. Het is bogus, zoals we dat noemen. Dan krijg je een surfail. Dan krijg je gewoon geen antwoord. Dan krijg je hier helemaal niks te staan. Er staat hier status surfail en dan moet je maar uitzoeken. Een surfail kan ook andere dingen betekenen, maar je krijgt gewoon niks. Er is ook geen override button. Maar als je dat AD-bitje hebt, dan kun je de beuk vertrouwen. Daar zie je dan ook de makken, hè? Want dit gaat naar een recursive name server ergens op het internet en we hebben geen vertrouwd kanaal. En iedereen kan wel AD-bitjes in een pakket zetten. Vandaar dat je DNSSEC uiteindelijk ook op de client wil hebben. Maar dat AD-bitje is niet gezet. Hé, waarom is dat nou?
jouw DS zit daar niet in. Dus we moeten een manier vinden om de DS van jouw server naar de parent te krijgen. Waar moet die heen? Waar moet die heen trouwens? Wie is de parent? Waar moet die heen? Work. Nou, work, ja, dat is de parent. Theorie zou de. Ja? Deze resolver die doet volledige validatie, alleen omdat er geen DS-record is, zegt hij van, oh, dat is klassieke DNS. En ik haal wel al die records op, maar ik kan er niks mee. Maar als het wel zijn, dan zou die alles in die keten, al die dingen worden... Ja, al die dingen zou die... Laten we eens kijken, want dat kunnen we natuurlijk makkelijk doen. We kunnen vragen om de SOA van Work... En kijken of die wel een bitje heeft staan. Nou, ik krijg veel meer terug. En wat zie je hier? Het AD-bitje staat. Dus work is wel degelijk gevalideerd. Huh? Nou, belangrijk is dus dat we naar de parent gaan. Hoe gaan we dat doen? Het is nu tijd voor onze amanuensis. Ja. Doe ik het goed? Nee. Verkeerde kant op. Verkeerde kant op. Alsjeblieft. Dankjewel. Op ngn.dnsschool.org hosten wij onze virtuele registry. En daar kan je die kiezen onder het kopje infrastructure en dan DS registry. En dit is de interface, zeg maar, die een klant van het .work domein voor zijn snippet krijgt. En waarmee die kan aangeven bij de registry. Ik heb mijn zoon gesigned en ik zou graag willen dat jullie het DS-record opnemen. Dus ik ga het even voor mezelf invullen. En je begrijpt... Deze stap, what is your name and what is your email address, is natuurlijk de sterke authenticatie die hier plaatsvindt. Hiermee weten we dat Willem echt onze klant is. Maar serieus, dit is natuurlijk een stap die als je zelf registry bent, heel serieus moet nemen. Want als iemand hier verkeerde informatie in klemt, een probleem. Huh? Nou, wat het... Ja. Ja, ga je gaan... Ja, ik klik select key en de registry die kijkt in mijn nameserver, want ik heb al een delegatie hè, bij deze registry. En die ziet daar twee keys staan. Een key signing key en een zonne-signing key. En ik zeg van nou, ik wil graag een DS registreren voor mijn key signing key. Upload key. En het verzoek is in behandeling genomen. De vraag was waarom wil je key signing key? Dat is een goede vraag. Ja. Want de DS wijst altijd naar de key signing key. Ja. De key signing key die heeft de zone signing key getekend. En, nou ja, dat is... Dat mag je morgen vragen. We hebben wel een idee. Ja. En morgen ja, komt daar onze SCDM-man. Ja. Dus die houden we vast. Dan. Wij bij de registry. Sorry. Heeft iedereen zijn key geüpload? Ja.
Ja, het is nu in behandeling. En het mooie van deze interface is dat jullie kunnen allemaal meekijken. Jullie zouden stiekem ook zelf het backend kunnen bedienen. Dat gaan we nu even niet doen. Set Trusted is wat we nu indrukken. Dit is de kant van onze registry. En dit is op het moment waarop we de boeken kijken of iedereen betaald heeft. Heeft iedereen betaald? Ja? We doen even onze out-of-band checks. Maarten, vertel me even, is dit de goede key signing key? Ja, klopt. Dat is een goede. Iedereen die hier een key signing key ziet, die niet van hem is. Sorry, dat zijn er nogal wat. Als je een key signing key bij je naam ziet die niet van jou is, laat het dan even weten. Wij zeggen proces pending. En wat het backend systeem dan doet, is hij genereert DS-keys voor al deze DS's. Voor deze keys. En die kunnen we bekijken door een DS-dump te maken. Ja, dit is een zonne-sign key. Ah, ja. Een aantal mensen die een zonne-sign key. Maar eentje. Dat is niet erg, want het blijft werken. Sorry. Huh? Start again. Gelukkig blijft het werken, want de keyset is door die zone sign key ook getekend. Dus helemaal niet zo heel erg. Maar het kan wel rottig worden als je die zone sign key gaat rollen. Ja, 2,5, 6,5. Als je de zone sign key naar boven hebt geschoten, dan gaat het mis. En dit zijn nou typisch de fouten die in de echte wereld plaatsvinden. Ja? Dit is echt heel typisch. Dit is wat er gebeurt. Dit is wat er misgaat. Vervelend, hè? Zo'n notebook bijhouden en zelf uitzoeken wat je naar boven schiet. In ieder geval, in ons backend doen wij een DS-dump. Die leest al die keys die we net uit de DS hebben gehaald. En die genereert de DS-records. Allemaal met SHA-1. Nou, wat je hierachter ziet is een commentaar met allerlei... allemaal gekke woorden erachter, zomaar zeggen. Dat is iets wat misschien wel handig is om te weten. Dat heet bubble babble. En dat is een manier om binaire reeksen om te zetten in woorden die je over de telefoon aan elkaar kan oplepelen en die dan redelijk onambigu over verschillende taalzones nog aan elkaar duidelijk kan gemaakt worden. Daar zit heel veel onderzoek in, maar Xohop, Kazit, Levik, Lidag, Diefhoek, dat is niet van gewoon. Wat je kunt oplezen aan iemand anders zonder dat er heel veel misverstand is. Dus dat versta ik die Indiaanse meneer? Ja, daar is serieus onderzoek over gedaan. Er zit heel veel sociale kennis achter dit systeem. Voor de rest weet ik het ook niet precies, maar... Goed. Wat wij doen nu... Ja. Oh, wacht even, jij hebt de... Dat laat ik zien. Ja, gaat jij vertellen? Nou, dat is goed. Ja, nee, dat daarom. Nou, dit script, dat hebben wij dus ook in ons registratiesysteem staan. Kijk, ik log even uit. Dit is het systeem van de registry. Wat wel aardig is van deze instance, is dat iedereen die heeft in zijn eigen instance, dus ook de directories van de verschillende nameservers die hier gebruikt worden. Dus het work domein wordt alle configuratie en zonnefiles daarvoor staan in de work subdirectory. Hierin staat dat script waarmee ik... Dat werkt natuurlijk niet op je eigen instance, hè, want daar heb je niet naar geüpload. Maar als je deze instances gaat gebruiken zelf in een cursus, dan heb je dat materiaal allemaal beschikbaar. Kun je dit laten zien? Dit schrijf ik naar de ds.list. In mijn zonnefile... Misschien moet ik dat eerst even laten zien. Wordt de ds.list geïncluïd? In het bestand ds.list zitten dan alle delegation signers.
Nou. Ah. Dus. Min n Unix time, hè? Zo, ja. Nou, nu is de boel gesigned en gedelegeerd. Hoe kunnen we dat controleren? Kijken jullie eens even voor je eigen zone of deze recursive name server het AD-bitje voor je gezet heeft. Ja. Kun je mijn signpost nog even opnieuw doen? Want ik had me even. Zeg, dit gaat makkelijk. Je signproces? Ja, dat. Ik heb een. Sign key opgestuurd in plaats van. Oh, dat. Oh, maar dat geeft zo niks. Ja. Nou, op zich geeft dat niks. Nee. Maar toen ik ze genereerde, toen het bij de ene KSK zit, dus die zit het al in. En je kan het zelf. Ik ben een lui mens. Ik ga hier naar Set Trusted. Ja, maar ik heb hem al ingeleverd. Oké, ik draai een nieuwe dump. Ja. Ja, dat heb je al gedaan. Dus. Ja. even kijken hoor. Nou, je kunt gewoon dat de NS Looker met DSSEC meegeven. Alleen heet je anders. Ik. Met de optie. DSSEC. En dan moet je output. Dat is wat hij net op moet is. Ik had. Oh, wacht even, was ik dit zelf? Nee, dat was ik. Is gelukt, hè? Ja, maar ik had daarnet nog een vraag. Er was net een vraagje, eigenlijk gebaseerd op een misverstandje, geloof ik. Door de woorden authority en AD-bit en AA-bit
En dan hier nog eens een keer het woord authority. Kan het zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet? Even voor de goede orde. Een DNS-pakket bestaat uit een header en een aantal secties. En die secties is een query section, een answer section, authority section en een additional section. En een op pseudo section. Dat is die extensie waar ik het net over had, die er helemaal onderaan hangt. En wat je hier ziet, is dat de query section heeft één RR-set. En dat is de question zelf, Seabrook.work in SOA. De answer section heeft twee RR's. De SOA en de RR-sig. De authority section die zegt iets over waar het systeem vandaan komt. En dat is de NS waar dit vandaan komt, met de signature. Dus deze getallen zeggen iets over pakketgrootte en wat er... Dat is administratief spul, zeg maar. Dus authority 2 betekent eigenlijk dat er hier in die authority section gewoon twee resource records staan. Ja? Het gaat om het AD-bitje. Het AD-bitje. Ja. 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 Ik ben even aan het afwegen of we daar morgen verder over gaan praten of vandaag. Ik ga jullie gewoon even een stukje slideshow laten zien over troubleshooten. Dat is wel een goed moment nu. En dan kunnen we morgen misschien verder kijken over... Wat zeg je? Want de dingen waar we het over gehad hebben, die zijn al een paar keer langsgekomen. Voor Rudy, knip.